Nicky's kartonnen step kan zo snel gaan. Ik ben er eindelijk. Wauw, is dit een orkaan? Opduik in een helikopter. Dat is Amanda's favoriete ding. Deze wind ruïneerde mijn haar. Hé, ik ga ook die kant op. Dat was gek. Welkom in onze slaapzaal. Hier is onze eerste gast. Wat heb je voor de VIP's? Oh, alles voor u, mevrouw. De sleutel van de suite is voor u. Oh, wow. Is dat het? Waar zijn het design kroonluchters en marmeren vloeren? Dit is zo'n teleurstelling. Ik had het zelf moeten verbouwen. Laten we deze zielige plek veranderen. Wel, dat is beter nu. Ik hou van luxe. Oh, wow. Wat een mooie ontvangstruimte. Nicky is zo gemakkelijk onder de indruk. Goedemiddag, ik heb de goedkoopste kamer nodig. Geen probleem, maar eerst geld. Slechts een minuut. Laten wij zien wat ik heb. Sorry, juffrouw. We accepteren dat soort valuta niet. Heeft u iets voor mij? De kast onder de trap, is dat goed voor u? Het is nog beter dan ik dacht. Oh, wat een kleine kamer. Eigenlijk is het supergezellig. Er zijn planten hier. Maar wat schoonmaken zou geen kwaad doen. Nicky houdt ervan. Hi, ik ben je nieuwe buur. Nog een paar kleine aanpassingen. De poster zou hier moeten hangen. Op een dag ga ik die cent krijgen. Oh nee, mijn spaarvark is nog steeds leeg. Het is zo fijn om mijn favoriete deken bij me te hebben. Oh, ik was het bijna vergeten. Nu zal ik niet door de les heen slapen. Als je iets graag genoeg wilt, komt het uit. Hoewel, op dit moment is mijn portemonnee nog steeds leeg. Hier komt mijn ultrarijke buurman. Wow, hoe kom ik aan dit kleingeld in mijn portemonnee? Hallo, ja. Susie. Je gaat het niet geloven. Ik heb een cent vast. Ja, ik ben op weg. En hier is een cadeau. Wow, je bent hier veilig en gezond. Het is tijd om groot te dromen. Een dollar is Nicky's nieuwe droom. Op een dag zullen wij zeker samen zijn. Een rijke ochtend moet een kop van de beste koffie hebben. Wat voor dessert? Hey. Een chocoladecroissant is precies goed. Excuseer me, juffrouw. Er zijn alleen nog maar gewone croissants. Hoe durf je me dat aan te bieden? Weet je wel met wie je te maken hebt? Zoek een chocoladedessert voor me. Nu! Een speciale Oreo voor de ultrarijke dame. Nou, dat is waar ik het over heb. Wow, je moet wel honger hebben. Nog een prettige dag, mevrouw. De VIP-gasten maken er altijd zo'n puinhoop van. Hier komt Nicky. Wauw. Ik vraag me af wat er voor ontbijt is vandaag. Laat zien. Wow, een vers croissant en een gebroken bord. Er is niets dat duct tape niet aan kan. Voilà, zo goed als nieuw. Ik vind het geweldig. Rijke mensen hebben genoeg problemen. En ultrarijke mensen hebben er nog meer. Zoals dat. Voorzichtig. Oh nee. Amanda's kamer is vol van rijkdom. En het lijkt op de geluksdag van het arme meisje. Welkom bij de spaarpot, meneer Washington. Jee. Wat wens ik deze keer? Ik weet het. Ik droom van pizza. Oh, dat klassieke probleem. Al die kleren, maar niets om aan te trekken. Laten we eens kijken wat mijn favoriete tijdschrift aanbeveelt. Wow, dat is juist wat ik nodig heb. Amanda heeft de beste modeontwerpers in de wereld tot haar dienst. Miss Dress is hier. Wil je een jurk van de cover? Je krijgt hem. Je wordt een ster, schat. We hebben de mooiste stoffen voor je. De koningin zal jaloers zijn. En de naam van de ontwerper zal in alle modebladen gedrukt worden. Het is klaar. Het resultaat is verbluffend. Schat, je ziet eruit als een miljoen. Nee, een miljard dollar. Leuk zaken met je te doen. Ciao. Het arme meisje heeft geen designervrienden. Maar ze heeft wel een spiegeltje van aluminium. Wow. En een hele collectie van kartonnen outfits. Welke zou jij kiezen? 1, 2, 3. Laten we beginnen met deze jurk. Ik ben duidelijk niet in een nautische stemming vandaag. Oh, deze is goed. En niets interessants in Nicky's kluisje. En het kluisje van het ultrarijke meisje is vol geheimen.
Het is de doorgang naar een privé-kuuroord. Hé, waar is ze heen gegaan? Wow, iemand knijpt me. Het is zo fijn om te ontspannen tijdens de schooldag. Wat dacht je van je favoriete komkommermasker? Perfect. Oh, komkommers. Ik denk dat ik wat neem. Amanda zal niet eens merken dat het weg is. Wat een vangst. Lekker. De les gaat zo beginnen. Oh, ligt het aan mij of was er hier een bord? Oké. Ik hou ervan ultra-rijk te zijn. Ben jij dat, Nikki? Geniet. Twee verschillende universums kunnen elkaar ontmoeten aan hetzelfde bureau. Nikki kan alleen maar dromen van grappige Snapchat-video's. Welk filter kies ik? Ze zijn allemaal zo schattig. Het lijkt alsof Nikki een geniaal idee had. Hé, daar! Ik heb ook een masker. Ja, dat is cringe. Hier ga je, arm ding. Nu kun jij ook de nieuwste iPhone krijgen. Wow, oké, dat is niet nodig. Wat een geweldige doos. En het is zo ruim. Ik ga er mijn briefpapier in doen. Oh nee. Nikki, dat is geen potlooddoosje. Nikki, weet je wat dit is? Mijn gouden kaart. Ik kan alles kopen. Oh, mijn arm. Oh jee. Snel, dokter, ik bloed leeg. Kalm hier, het is maar een schrammetje. Doe iets, dokter. Ik smeek u. Hou je me voor de gek? Doe die goedkope pleister weg. Nu. Ik betaal alles, maar haal het van me af. Hier, een pleister met Swarovski-kristallen is veel beter. High five. Auw, dat is het. Ik ga naar de les. Het is een volle zaal in de bioscoop. Maar er is altijd een eerste rijplaats voor VIP's. Hé, dat is zo onbeleefd. Dat is mijn VIP-popcorn. Iedereen, kijk wat ik heb. Ga je gang. Nou, nu zal niemand me meer afleiden. Nou, bijna niemand. Wat een grappige film. Dat is hilarisch. Wauw, ik ben blij dat ik gekomen ben. Deze popcorn is heerlijk. Ik hou van clowns. Wie is daar? Ik denk dat vandaag een succes was. Ik moet dingen zien. Gezondheid is onbetaalbaar. Kijk hier eens. Zie je dit symbool? Nee hoor, het is allemaal wazig. Het spijt me. Ik zal je een bril moeten geven. Wow, ik kan zien. Oh, ja. Excuseer me, we accepteren dat soort valuta niet. Nou, hier is een idee. Je kunt je duidelijk geen bril veroorloven. Maar de handverrekijker zal je komen redden. Wow, dank u voor uw hulp, dokter. Oeps, een muur. Arm ding. Rijke mensen vervelen zich ook. Ik ben het zat om geld te tellen. Wat dacht je van een gouden boek lezen? Nee, dat is het niet. Oh, wat is dat daar? Designer game controls. Natuurlijk. Behalve dat er twee van hen zijn en ik ben alleen. Oh, Nikki. Maar ik heb huiswerk te doen. Kom op, nerd. Het zal leuk zijn. Beloof ik. Je drukt hier om te slaan. Dan druk je op het vierkantje. Wow. Er is zoveel geld. Niemand zal het merken. Oh, wil je geld? Hier heb je het. Laten we het nu doen. Kom op. Overwinning! Wie is de beste? Ik ben de beste. Weet je wat? De uitgang is die kant op. Ik denk dat het tijd voor je is om te gaan. Er is een feest aan de gang onder de trap. Wow, wat is er met die outfit? Is het niet je verjaardag? Je houdt niet van mijn verjaardag, Lou? Ik ga het maken. Laat het over aan de professionals. Een beetje trimmen hier. En het zal perfect zijn. Wow. En ik zal kleur toevoegen aan dit saaie tafereel. Zie het als een cadeautje van ons. Gedaan. Nikki, je bent prachtig. Oh, wat is er aan de hand? Het lijkt erop dat iemand niet was uitgenodigd voor het feest. Wel, wij zullen dat in orde brengen. Hallo daar. Hebben jullie een gekostumeerd feest? Het is mijn verjaardag. Kom erbij. En nu het belangrijkste. De verjaardagstaart. Tadaa. Maak je geen zorgen. Iedereen krijgt een stuk. Is dit een grap? Nee. Dames, ik heb een beter idee. Wow, dat is een hoop geld. Weet je zeker dat dit echte pizza is? Ik heb nog nooit zoiets gezien. Wow, mijn wens is weer uitgekomen. Yummy. Geniet ervan, meisjes.
Oh, het zijn Amanda's ouders. Hallo meneer en mevrouw Rich. Goed gedaan, liefje. Deze kamer is perfect. Hé, hey, wat is dat? Een onvoldoende op een proefwerk? Hoe verklaar je dat, jonge dame? Je bent een grote teleurstelling. Weet je, we hebben je te veel verwend. Dat is het dan. Geef me je gouden kaart. En geen ruzie. Maar papa, dat was niet mijn bedoeling. Van nu af aan woon je onder de trap. Je moet leren waarderen wat je hebt. Dit is zo oneerlijk. Nu zal Amanda moeten leven zoals Nicky. Ik ben niet rijk meer. Waarom gebeurt mij dit? Huil niet. Ik spaarde het geld dat jij me gaf. We komen er wel uit.